De 73-jarige Phil Bloem is al meer dan 50 jaar kunstenaar. Nou, eigenlijk heb ik altijd geschilderd, maar als secundair heb ik altijd gefotografeerd ook. Dit is een hele mooie. In Antwerpen. Nou, een van de dingen is dat ik eigenlijk altijd heb kunnen doen wat ik wil. Dat vind ik zelf wel heel bijzonder. Het begint eigenlijk allemaal met haar naam, Phil Bloem. Iedereen spreekt het uit als Bloem, maar het is Bloem. Laat het maar gebeuren, zo in het begin zei ik steeds, ik heet gewoon Bloem. Maar dat is dan steeds in de herhaling van de herhaling. Laat iedereen maar gelukkig worden in de vorm die zij het willen zien of horen. Ik heb alleen niet zo heel veel meer van dit boek. Twee dozen, denk ik, of zo. Als ze 20 is, dan schrijft ze zich in bij de Kunstacademie van Den Haag. Maar ze kan de draai niet vinden. Veel te traditioneel. Daarna gaat ze naar de Vrije Academie in Amsterdam. Dat is weer te vrij. Uiteindelijk gaat ze grafische vormgeving doen op de Rietveld Academie. Ik dacht van, ik moet toch ook een beroep hebben. En toen heb ik doorgegaan met grafisch ontwerpen. Dus en ik ben wel blij dat ik het gedaan heb, zeg maar. Maar ik ben toch een schilder en ik kan er niks aan doen. Maar het is een feit. Toen ben ik nog heel even naar de Koninklijke Academie gegaan. Phil wordt bij het grote publiek bekend vanwege haar optreden in het programma Hoopla in 1967. Ze is op slag wereldnieuws, omdat ze bloot in een stoel de krant aan het lezen is. Ja, als kunstenaar probeerde dat dan als een performance achter te doen. Maar de publiciteit die wilde mij alleen maar seks en rock'n'roll geven. Dus dat was echt een drama eigenlijk. Dat ene optreden heeft haar hele leven achtervolgd. Ja, toen ben ik gelukkig kon ik verder gaan met Rietveld, ben ik doorgegaan. Ik kon ook nergens werken meer ook of zo. Hè. Het was echt niet heel. En ik vond het ook behoorlijk dom allemaal. Op haar 27e wordt ze plotseling met vage klachten opgenomen in het ziekenhuis. Vanwege de stuiptrekkingen denkt het ziekenhuispersoneel dat ze aan de drugs is. Ze laten haar liggen, maar later blijkt dat ze een kleine hersenbloeding heeft. Oh, dat was een hele kleine hersenbloeding was dat dan? Toen was ik 27. Phil Bloem werkt het liefst heel groot. Op haar meeste schilderijen, soms al 2 meter hoog, maak je kennis met haar droomwereld. Herten, Mickey Mouse, robots, olifanten, vrouwen, mannen. In losse, realistische manier geschilderd. Ja, dat is dan een andere tik van mij. Is het schilderen van een vrij echt grote formaten. Maar ja, deze moet eigenlijk andersom. Als klein kind al wilde ik altijd grote formaten doen. Mijn moeder bijvoorbeeld, die zei dat was kleine tekeningen. Maar nee hoor, het moet groot. Reizen is de rode draad in het leven van Bloem. Maar de eerste 10 jaar was ik gewoon in Amsterdam. Daarna ben ik naar Amerika geweest. Zoiets van 4, 5 jaar. En daarna naar het Verre Oosten. En Japan. En toen ben ik naar Lapland en Rusland. Ik heb ook in mijn eentje 10 jaar gereisd ook. Hè. Dat was toch best wel bijzonder. In 2000 besluit ze een tatoeage op haar hoofd te laten zetten. Ze is geïnspireerd geraakt door Russische vrouwen die voor de jaartelling op paarden van dorp naar dorp reizen. Die afbeeldingen laat ze op haar hoofd zetten. Een paar tekeningen daarvan die vond ik echt zo erg mooi. En ik voelde me een soort van één daarbij. Nou, en ik had dan dat gevoel van mijn hoofd met die... Dat gezicht, dat die ziekte die ik heb gehad. Dus ik had het gevoel wat in mijn vorm over te brengen. Dus ik zit nu al vanaf 2000 tot het heden nu. Gewoon met die tatoeage gewoon op mijn gezicht, mijn hoofdje. Ze voelt een sterke connectie met Ruigoord. Ruigoord betekent voor mij een soort van een hele vrije vorm van leven eigenlijk. En ja, een soort van droomwereld is het voor mij gevoel. Heel veel zelf natuurlijk veel weg geweest, maar dan kom ik weer langs. En dan zie ik dat het toch steeds doorgaat ook. En dat vind ik eigenlijk zo bijzonder. Ga ik dan nog helemaal opnieuw wit maken, weer de muren en alles? Oh, ja, ik vind het echt heel leuk om hier een tentoonstelling mee te maken. En er komt daar nog een grote daarachter. Ja, en ook omdat er maar zo'n ruimte is die echt heel groot is. Dat het helemaal... hoera, leuk!